Hallo allemaal, welkom bij deel 3 van de middelbare school. What? No way. Als er maar nog even zijn, dan zijn er al een hele ding leeggeholpen. Dat kan helaas niet. Nou, het is beter weer daar dan hier. Hier regent het, daar regent het tenminste, hier niet. Ach, we hebben zo'n stapel bezig. Ja, de familie zit beneden, hè, zoals het altijd zo gaat. Hè. Met z'n allen in een klein kamertje. Terwijl boven heb je genoeg ruimte, maar nee. Je hebt trouwens de punten meer nodig. En jij ook. Nou, hoe lang heb je 48 punten daar hebben gestaan? Ik denk al. Ja, wat zal het zijn? 4 jaar? Ik ben niet meer zo happerig als honger hebben, dan vul ik het zelf wel aan. Daarom krijg je geen punten er meer bij. Die jongeren daar tegen moeten het wel hebben. Die moeten gewoon de andere skills leren. Moet jij... Oh, je moet zo meteen naar school! Oh, dan moet je hoeft niet op te lachen, want jij hebt ook zo'n school. Dus, ja. Ja, nou weer. Nou, geen zin. Nou, dan moet je wel even open om uit te zitten. Ja, de ballen. Ja, nou weet ik niet wat voor bericht ik heb gekregen, maar dat boeit me niet, want ik ga wel even iets in berichten. Pardon, staat mijn... Nee, hè? Het staat toch uit? Abelhoorn? Ja. Nou, staat bij wat dan een goede band. Oh nee, dit is de vriendschap. Mijn... Ah. Waarom is het? Je rookgordijn, ja, dank u. Ik vind jou ook uitschakelen, dank u. Ja,
Oh, dat is trouwens een nieuwe telefoon die Bingo gekregen heeft. Ik weet niet of je dat met deze pack krijgt of dat het een algemene verandering is. Dat heb ik geen idee. Telefonie Sims 3 is irritant. Moet je inventory openen om te beantwoorden. Hier hoef je alleen maar te klikken van whatever. Ik heb, dat moet ik ook weer even zeggen. Rekening informatie tonen. Ik hoef maar 823 euro te betalen, want ik maak zelf stroom en water op. En niet doordat ik dingen op het dak heb staan, maar door de skills die ik aan mijn huis heb gegeven. Onder andere. Dat is geen natuurlijke bron. Een bronwater dat onder deze kapelstroom verlaagt de nutsrekening en biedt fris schoon water zo uit de kraan. Dan krijgen ze een positieve buffer. En je waterrekening gaat omlaag. En geometrisch natuurlijke verwarming verlaagt de nutsrekening door elektriciteit te genereren en houdt alle zwembaden warm. Dus je kan met de wind, dan kan je gewoon in het zwembad zwemmen, daar hebben ze geen last van. En ik heb, omdat het om de school gaat, heb ik er 10er studiesport van gemaakt. Want doen ze iets sneller hun huiswerk. Buiten dat. Hey, ik ga er even heen. Iedere Sim van mij heeft. Zuinig. De huishouder van een zuinige Sim heeft lagere rekeningen. Ik ben met deze begonnen te gebruiken toen ik retouretjes deed. Toen kwam ik erachter en sindsdien gebruik ik het standaard. Als ik dat huis van mij wil kopen, dan moet ik iets van 10.000 huur betalen. Of 100.000 huur, ik weet niet meer precies. Dus dat is een pittig stukje. Dus dat met alle beetjes helpen, dan gaat die prijs waarschijnlijk naar beneden en naar rond de achter. Dat is wel te behappen. Zou ik nou in ieder geval 2 keer al muur kunnen betalen? Wat ik wel ga doen is, als ik de... Ik denk... Ik ga niet wachten tot ik dat ik dat geld heb. Dus je denkt net, ik kan net zo goed free real estate gebruiken. Dan kan ik het huis gratis kopen. Dat hoef ik niet met mijn simoleons, een miljoen, 1,2 miljoen simoleons, weer terugzetten. Maar dat gaat nu niet gebeuren. Ik heb veel van mijn addons weer geïnstalleerd, want toen de nieuwe game uitkwam, gaf mijn oude mod folder alleen maar rare tekens in beeld. Hier een appeltje, een deel van mijn achtergrond. Het zei dat je kon er niet op klikken, dus je wist niet wat het was. Dus heb ik de modmap verwijderd. Een nieuwe modmap gemaakt. Een nieuwe resource files hierin gemieten. En voorzichtig aan al mijn add-ons gaan installeren. En kijken welke... we zouden deze keer meegaan, hè? Ja. Welke add-ons ervoor het spel kapot maakten. Zover ben ik niet gekomen. Ik heb er een hand die ik belangrijk vond, heb ik geïnstalleerd. Ik heb gewoon prima Sims nu, dus... Ik denk dat het een van de latere add-ons is geweest die ik geïnstalleerd had. Nou, we hadden al met de leraar, met de hoofd, schoolhoofd gepraat. Krenen. Maar je ging de goede kant op. Maar kom op, we gaan pleuren. We hebben nog 1,5 uur. Ik moet toch wel als eerste in de klas daar niet van. Kom op. Ja.
Ik train op een trainingstoestel. Superkrachttraining. Joekie. Ja. Niks meer. Ik hoop toch altijd zo zoetjes aan mijn richting. Ja, wat zal ik zeggen? Ja, de janitor. Onze locker is hier. Ergens. Regina gaat werken, oké. Ik geloof dat het deze is. Ja. En dan kun je je lokken versieren, dan kun je, kiezen wat je doet. Ik ga toch naar gotische decoraties. Dan krijg ik ook zo'n ketje. Stop nou. Er staat eentje te typposten. Ik weet niet waar het op slaat, maar... Ik kan wel zeggen dat ze met de dag gekker worden. Even pakken ze een appeltje. Oh. Dat zeg ik ze als eerst in de klas. Doordat ze zo snel rent. De lerares is nog niet eens aanwezig. Hé, hey, daar komt je beter af dan. Ja, dat was de allereerste schooldag. Toen kwam ze naar me toe van geen besties wilde worden. Ja, natuurlijk. En verneem de andere keer, de schooldag 3 geloof ik, begon ze me te zoenen. Nou, uiteindelijk zoiets van ze wilden het alles 2, gewoon je gang. Ja. Ah, die juffrouw die er altijd zo'n zin in heeft. Fireball, my gosh. En we blijven op. Dat zijn toch geen schooltijden? Of dat is eindigd om 1 over 51 minuten en hebben ze 2,5 uur pauze. Nou, dat kan ik me niet herinneren dat ik dat op school had. Ik geloof dat met een 3 kwartier, een uurtje, de grote pauze, de kleine pauze, een half uur. En dat was het. En woensdag alleen de kleine pauze, want waar vallen we vrij? Is dat nog zo? Ik weet het niet, want mijn kinderen gaan al lang niet meer naar school. Ja, die gaan wel niet meer. Die zijn al op wel aan het werk. Dus die zijn nu weer niet meer op school. Met Durfna. Ja. Jabara! Ja, je ziet het, hè? Je kan het heel goed lezen. Tussen de haakjes. Ja. Flinterno. En dan heb je een vierkant in de 3D en dan kun je heel makkelijk tekenen. Ja. Dat is mijn favoriete ding, 3D tekenen. Ach, heerlijk. Dit is meer dat ik vanuit de muur kom mee gehaald, meer van dat ik uit de grond vind. Arfanaya. Heel veel scholen moeten werken. Zarzuya. Tambaloo. Zo. 3 uur pauze zelfs. Ja, je mag van mij blijven zitten. Je bent een vampier. Ik denk niet dat je honger hebt. Ik durf hier eigenlijk ook niemand te drinken. Want bij mijn vorige spel was mijn sim van school gestuurd. Omdat ze van iemand dronk waar iemand bij was. En mensen begonnen te klagen erover. Toen was ze van school gestuurd. Laatst had ik er wel eentje die in de klas bleef zitten. Waar niemand meer naartoe ging. Ja, zoals hier. Dat is een jongen. En wie je ook nooit moet bijten is de directrice. Want je wordt meteen, zodra ze wakker wordt, van school. En zo ook met de lerares. Maar scholieren die je pakt, waarbij niemand het ziet. Nou, ze hebben geen dorst, dus ik doe het nou ook niet. Je moet altijd zorgen dat je alleen staat. Secluded.
tegen hem op een ketje. Ze hebben twee kastjes zei, holy moly. Ga jij even opfrissen. Ik wil de binnenkant van je kastjes zien. Ik heb hem niet gezien namelijk. Ik wil die andere. Maar deze niet. We moeten het toch een keertje proberen. De vorige krijgt er zelf vier keer van school gestuurd omdat ze zijn gemeen zat te doen. Dat ze het ongen uithaalden. Oh, ga niet ploffen alsjeblieft. Ga niet ploffen, ga niet ploffen, ga niet ploffen. Want hij kan ook in je hand ploffen namelijk. Dan ben jij zelf de pineut. En zij heeft... Niemand kijkt? Nee. En hij is niet in de hand geploft. Leg hem er nou in! Niks, ik was even lokker aan het nakijken. Voor de rest niks. Nou joh, wat wordt er met die Inge? Waar is jou? Daar. Nee, niet. Daar is ze. Heb je er tijd voor? Jawel. Als je in ieder geval even door wil gaan. He, om het vlammetje te laten bloeien. Ja, wat was dat eigenlijk wat ik bij jou zag met je vlam? Oh, nou is het niet meer. Maar er stond er al vlam denken. Vlam wegdoen. Ik vat het niet even. Vaste toekomstplan regelen. Oh! Steeds als we het over trouwen willen hebben, worden we gestoord. Waarom ga je nou weer daar zitten? Joekie! Hier, hier, psst, psst, hier, psst, psst, hier. Goed zo. En allemaal op een mobieltje. Vooral nog bij dat ze schrieftjes hebben en geen tips zoals ze tegenwoordig hebben. En dat gaat allemaal zo heel synchroon. U bent een beetje laat, mevrouw, dan is je zo begonnen. Nablijven. Oh, verrekken, het bord is veranderd. Wat? De docent heeft een persoonlijke steencollectie mee naar geologie genomen. En laat de studenten aan elkaar doorgeven om uit eerste hand het geologische merkwaardigheden te ervaren. Er zitten een paar waardevolle stenen in de collectie. De docent zal misschien niet merken dat er een ontbreekt. Nee! Nee, 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 nee. Ik wil niet expeld worden. Niet nog een keer. Je kan wel weer opnieuw naar school gaan, maar ja, je moet wel weer steeds vanaf een nieuw beginnen. Dus nee. Laten we dat maar niet doen. Laten we ons maar netjes houden. Oh, wat was de reactie dan? Claudia is een Rijnschapenburger. Er zitten zeker wat waardevolle stenen in de collectie, maar het is niet zo waardevol als de principes van Claudia. Helemaal waar. Helemaal. Als die gaat werken, Regina is terug. Oh nee, die gaat werken. Wat ben jij nog op je been? Ja. Oh, oké. Okay. Ik wilde weten wat geld je denkt binnen haar heeft. Ja, die laatste had ik al gezien. Dus waar ze nog. Hier is 5 minuten en 5 seconden. Dan gaat de school op weer dicht.
Naar wetenschapsles gaan. Daar zijn ze nu mee bezig. Dus. Zo. Nee, blijf zitten! Ga je heen? We zijn nog niet klaar. We zijn nu wel klaar. Neem nog een huis. Oh, jij bent ook al thuis. Mooi. Dat gaat nog sneller. Alexa, how many minutes? There are no time. Ah, shoot. Set timer 20. Alexa, set timer 20 minutes. 20 minutes, starting now. Thank you. You're welcome. Dagrapport. De docenten hebben het huiswerk opgehaald en hun studenten weggestuurd. Er hangen nog steeds wat sims rond, maar iedereen is vrij om naar huis te gaan. Dit is het resultaat van de gemaakte huiswerk en de prestaties in de klas. Claudia heeft goed werk verricht vandaag en wat goede aantekeningen ontvangen. Nou, heel goed. Ik weet dan dat je dat minder gepresteerd. Waar ben ik? We hebben hier aan of we huiswerk doen. Je gaat niet alles doen, want ik ga je wel helpen met dat, maar. Hier. Je moet. Maak je tentamen, dat kan ik niet. Vaardigheid programmeren, college, over 2 dagen. Huiswerk net begonnen. Ah, daar ben ik mee bezig. Oké. Okay. Oh ja, Dienen is 1 dat je gisteren gedaan, ja. Ze kwam van school. Zo heb ik pas moest eerst naar de wc. En heb ik meteen gezegd van... insturen. En dat huiswerk is allemaal in orde. Ik had het uitgezet. What the fuck? Regina heeft een patroon ontdekt in het uitgavenpatroon van haar manager, waaruit kan worden afgeleid dat de manager geld van het bedrijf verduistert. Moet Regina dit melden of proberen de manager af te persen? Afpersen natuurlijk. Wat denk jij? Presentatiedaling groot. Ja, niks mee te maken. Het is altijd 50-50, dus. Ja, en na de pers moet je berichten. Ik ga daar niet meer naar kijken. Schetsen. Raymond Fleurieb. Regina heeft 424 verdiend. Nog eens geweldig werk. Ja. Jij bent nog op je werk. Hoe lang? Oh, je bent ook bijna thuis. Zou je ook niet eens hier naartoe komen? Ik wilde de eerste op school laten slapen. Laten wonen. In deze. Maar nee. Doe niet. Pot of wat? Nima. Ooh, George. Cool. Chongerby, Shabashu, Kanui. Zo, dus je zit even de dag door te nemen. Maar er moest huiswerk gemaakt worden. Kaba, Gaba, Pomeray, Kwas, Tanfulibo, Shesheray. Juist. Binkapa, Baru. Mond houden.
Want, oh, wat duurt het anders lang voordat ze dat huiswerk af hebben? Wat bent u nu doen? Oh, dat was je toelatingsbrief ook. Ja, maar ja, je kan het er niet op hangen. Moet jij nog wat doen? Hé, ga jij huiswerk maken? Hé, waar is je boek? Eerst je huiswerk, dan plezier. Nee, had je het nou afgemaakt? Nee, had je nu achter de computer gekend, had je gewoon kunnen gamen. Maar nee, we moeten even stoppen bij 75%. Sexy be Kumar. Ben jij weer aan het schudden schrijven? Baribi Jumsei. Wat op Bish? Yes. Help met huiswerk. Lissana, Bariki. Best ook maar niet oplichtster. Ik heb er geloof ik in totaal iets van 1,4 miljoen gegeven. In een paar bels en dan zeg ik ja, maar er staat nog een rekening open. Of hoe gaat het met de zaken? Ja, het is misgegaan. Ik weet, je kan geld van de krijgen, maar ik doe het niet meer. Oh my. Ben jij klaar met je huiswerk? Ja, oké. Ik heb geen melding gekregen dat jij klaar bent met je huiswerk. Honey, oh, maar je hebt wel lacht. Oké. Kijk, nu kun je gamen. He? Ja. Hoe kan het nou? Jij bent een salarispersoon, maar je vrouw haalt meer geld binnen. Want die had 424, jij krijgt 250. Stop eens even met dat afwasjetten. Je had een boek of iets anders mee. En jullie zitten boven, zijn jullie ziek? Oh, te vroeg gezegd. Ze zitten allemaal weer allemaal beneden. Tja! Op één adem. Even een stokje cola. Het is nou niet zo druk ontwarm. We hebben het nou ook zoals het gisteren was. Oh. Wow. Heb je weer ruzie? Washer is a breeze. Baribi Johnson. Oh nee. Gisteren waren ze net met hier. Zo niet in haar geweest, denk ik. Aha. Aha. Zou jij na 6 of 7 jaar ook niet eens een ander jurkje aan willen? Nee? Oké, dat niet. Oh, wat is er? Talvin Jero Oefra? Chaba. Nou, laten we onze rondje even doen. Oh. Germa. Taba Bondo Vekala. Oh. So. Subau Habri, Ofra Nibahana, Yehuya Roshba, Quexinos. Die zin van het nieuwe huis dat ik heb prachtig vinden met al die gym dingen. Heel energiek. Je hebt de verkeerde tanden. Minnesota. Oh, Scuba. Watanabe. Shishi Wasabi. Sambisi. Sakuneryo. Shiva Olivar. Zero. Hallo? Die zit. Nog één.
Ja, nog één, kom op. Spiebo Blibo. Sistin Turu. Poshibalaba, ja. Duck, duck, Sutsu. Veruda Kampol. Lumbic Jarl. Nisoda Saburano. Subao Havri. Ofrat Nibahana. Reba. Ushi. Ushi? Kamis Bantrip. Shufflet. Oh, boy. Kueva Parsakog. Overwrought. Merkel Zira? Merkel Zira? Bungie. Bungie? Destiny 2. En Destiny natuurlijk. Ze is goed aan het babbelen, moet ik eerlijk zeggen. Ja, dat is het met dat je vampier is, hoef je niet in de bed, dus we kunnen verder dan doorgaan. Maar soms wordt het me te fijn en dan stuur ik ze gewoon in bed. Dan gaat de tijd wat sneller. Dat gaat nu bijvoorbeeld gebeuren. Hier slapen, volgens mij heb ik, nou, ik heb er binnen geen slapen. Slijmer, gaat dus jouw paarse pot. Oh, yes. Als een andere nest. Nou, weet je, dat mag je in de stad op het. Papierische slijmer. Papierische slijmer. Okay. Zo. Dan krijgen we tenminste geen ruzie wie er boven mag liggen, weet je. prima. Zo. Oh, ja, oké. Nou, misschien dat jij nog even moet gaan slapen.
Aha. Nee, dat is geen. Nee, dat werkt niet. Dat werkt niet. Normaal hadden ze wel tot 4 uur blijven leggen. Maar nee, niet. Nou ja, weg gaat het. Ik zal wel eens zien. Zo. Volgens mij word ik een hond blaffen door. Ik kan me vergeten, maar een kleine ketter geval. Heb je ideeën voor later, dat je het aan het leren bent? Ik word gek van dat gepiep. Ik weet alleen niet waar het vandaan komt. Ik dacht maar ook melden, maar nee, want de batterij heb ik verleden week vervangen. Dat was een nieuwe batterij, dat is het niet. Of ik kom van buiten, dat kan natuurlijk ook. Als ik het raam dicht heb, hoor ik het namelijk niet. Hey, ik hoop dat het allemaal goed gaat met jullie.
lelijk. Oh, tijd is alweer om. Grote rode huik. Bedankt voor het kijken en ik hoop je in Delphi te zien. Doei doei! Bedankt voor het kijken!